Ja, Yannick, hebben we nog iets over wat dan onze voorwaarden voor doet? Nee, eigenlijk niet. Kijk, al deze dieren die hebben een goede reden om vet te zijn. Ik had hier nog iets liggen, hè? Ik pas nog. Even kijken hoor. Ja, hier. Deze. Wilma Walrus. Hier. Zo dik als een zeekoe. Ja, hartstikke goed, toch? Matthijs, kijk, walrussen die zijn ook niet geschikt. Nee, maar walrussen, want walrussen, nee, maar die houden geen winterslaap. Die zie ik ook geen 3000 kilometer vliegen. Nee, ik heb net gekeken en walrussen zijn ook niet geschikt. Jawel, natuurlijk wel. Ze hoeven ook helemaal niet mee te doen. Een onderzoek is hartstikke goed. Het wordt gewoon Wilma Walrus aangenomen. Geen discussie. Wilma Walrus. Oké. Okay. Lijkt een speknek van me. Yannick, wat doen we hier? Woont Wilma hier? Wilma, Wilma, kom maar Wilma. Doe maar free Wilma. Nee, 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 nee. Natuurlijk woont Wilma hier niet. Wilma die woont op de Noordpool. De Noordpool? Nou, dat is anders wel als het koud is op de Noordpool. Ja, dat komt omdat jij niet genoeg vet hebt. Kijk, daarom heb je het koud. Wilma die heeft het ook niet koud. Nee, dat is omdat ze gewend is aan de kou. Ze is een walrus. Dat lijkt maar zo, hè. Kijk, Wilma heeft gewoon een lekkere, dikke speklaag van maar 5 centimeter. En dat beschermt hem, dat beschermt haar. Dat beschermt Wilma tegen de kou. Dus eigenlijk heeft een walrus die heeft vet als een soort isolatiemateriaal. Ja. En dat gaan wij bewijzen. Oh, je denkt toch niet dat ik dat aan ga trekken en dat ik hier het water in ga, dat ik hier ga zwemmen, jongen. Ben je gek, man? Het is stervenskoud. Nee, niet als je genoeg vet hebt. Ja, hey, maar dan moet ik eerst even heel erg lang, een paar maanden, heel veel patat met mayo gaan eten. En frikandellen en kroketten en kaasvlees en chaslik. Lekker. Oh. Matthijs. Kijk, dieren die hebben geen kleding zoals wij. Dus in koude gebieden gebruiken ze vet als isolatiemateriaal. Walvissen, ijsberen, walrussen, zeehonden. Ze zouden doodvriezen als ze niet genoeg vet zouden hebben. Ik vries anders ook behoorlijk dood. En daar gaan we dus meteen wat aan doen. Trek deze maar even aan. Zo, kom maar even staan. Lekker warm krijgen zo. Oh, zo. Zo. Niet daar, niet daar. Niet in mijn onderbroek. Ga naar mij luisteren. Zo. Merk het al een beetje? Ik heb bijna een nieuwe loopwiel. Ja, kijk, op het land zijn zeedieren niet echt ballerina's. Maar als jij zo meteen in het water ligt, dan ga jij je bewegen als een sierlijke zeemerman. Pommetje! Best wel lekker warm eigenlijk. Ik snap die Wilma wel met de 5 centimeter spek. Ja, hè? Ja. Genieten, jongen. We gaan helemaal warm. Ik kan zo naar de Noordpool door. Nou, je mag nog wel een stukje, hoor. Ja? Ja, tuurlijk. Ja, prima. Echt helemaal geen probleem. Nou, wacht even hier. Ik wacht hier, ja? Ja.